Dit is Joe, 70s en 80s. In heel Nederland op DAB Plus en de Joe-app en in de Randstad op FM. Het nieuws van 12 uur. Goedemiddag. We worden steeds vaker opgelicht via de telefoon. De fraudehelpdesk kreeg er vorig jaar 500.000 meldingen over binnen. En dat is veel meer dan het jaar ervoor. Oplichters kwamen soms zelfs bij mensen thuis om bankpasjes op te halen. Bijzonder bezoek dan deze ochtend in Brussel. De Oekraïense president Zelensky is onder luid applaus ontvangen voordat hij het Europees Parlement toesprak. Het is voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog dat hij in Brussel is. Zelensky bedankte onder andere iedereen die Oekraïne op wat voor manier dan ook heeft gesteund. Shell wordt aangeklaagd door klimaatactivistische aandeelhouder. En dat komt omdat Shell volgens Client Earth, zoals het bedrijf heet, niet genoeg doet om de klimaatdoelen te halen. Client Earth had aandelen genomen in Shell om zo het bestuur aan te kunnen pakken. En dan kijken we nog even naar het belangrijkste nieuws van de ochtend. Het dodental van de aardbevingen in Turkije en Syrië staat nu op ruim 16.000. Het Nederlandse rescue team heeft ondertussen 11 mensen onder de puin gered. En we zijn de laatste jaren wat gezonder gaan eten, dat zegt het RIVM. Zo eten we meer groente, fruit en pulvruchten. Toch zouden we ook nog meer groente en vis moeten eten. Dan nog even het weer van Weerplaza. Vanuit het noordwesten verspreidt de bewolking zich over het land. Op sommige plekken ook een beetje regen. Het wordt een graad of 6 vandaag. Aan het eind van de middag klaart het dan op. Morgen af en toe zon en ietsjes warmer. Welkom bij de Middag van Joe.